Even kijken, kan iedereen mij zo horen? Oké. Ik wil Jacinta en alle sprekers bedanken en de organisatie. Ik was niet een van de initiatiefnemers van dit event, maar ik ben gevraagd om te helpen. In eerste instantie om te spreken en naderhand om te helpen. En ik ben iedereen heel erg dankbaar dat ik dat heb mogen doen en dat ik dus nu ook voor jullie mijn verhaal mag gaan doen. Ik zou mijn toespraak willen beginnen met een kort lied om mijn Afrikaanse voorouders te eren. Want zonder die voorouders, die hebben geleid tot mijn moeder die hiervoor staat. En die hebben geleid totdat ik ook kon meehelpen met dit event en hier kon staan voor jullie. Ik heb dit, het komt. Zonder die voorouders zou ik hier vandaag namelijk niet staan in deze hoedanigheid. Het feit dat zij de slavernij overleefd hebben en generatie op generatie gestreden hebben voor een beter leven, geeft mij kracht wanneer ik soms door tranen en verdriet overmand word. Zoals nu. Dit lied is voor mijn voorouders. En ik ben geen zanger, so bear with me. Hier komt ie. Ia ni wura ie bie. Ti akole fo wora. O lo yumi fo shume san. O pa mi fo dumeta. Ia ni wura ie bie. Dit is een lied van de Yoruba. Dit is een lied van de Yoruba uit West-Afrika. Van wie de cultuur zich met de transatlantische slavernij verspreid heeft over de hele wereld. And black people are so damn strong dat het nog steeds leeft op al die plekken. De tekst betekent: moeders zijn als goud zo waardevol dat het met geen geld gekocht kan worden. 9 maanden droeg ze mij in haar buik. 3 jaar droeg ze mij op haar rug. Moeders zijn als goud zo waardevol dat het met geen geld gekocht kan worden. Normaal is dit een vrolijk lied dat gezongen wordt om moeders te eren en om kinderen te leren hun moeders te respecteren. Want moeders lijden voor hun kinderen. Maar ik zing het hier vandaag als klaagzang. Omdat de wereld pijn heeft. Ik zing dit lied voor mama Afrika. De moeder die de menselijke beschaving gebaard heeft. De moeder die niet 9 maanden of 3 jaar, maar al ruim 400 jaar gebukt gaat onder westers kolonialisme en het wereldwijde systeem van witte suprematie. De moeder van wie de kinderen eeuwenlang afgepakt zijn, vastgeketend en in kerkers op elkaar gelegd. Vastgeketend en op boten verscheept. Vastgeketend en op velden aan het werk gezet, verhandeld als spullen. Mama Afrika, Iya mi, Iya gbogboa. Een moeder met zoveel rijkdom en vruchtbaarheid dat hele continenten uit de grond zijn gestampt en tot op de dag van vandaag worden onderhouden door haar zweet, door haar tranen, door haar bloed. Mama Afrika, de moeder die al ruim 400 jaar bloedt. Mama Afrika die huilt om weer een verloren zoon, George Floyd. Ik zing dit lied ook voor nog een moeder, Larsenia Floyd. Larsenia Floyd, wiens overgrootvader Hillary Thomas Stewart, en we gaan zwarte namen noemen, want dat wordt vaak genoeg niet gedaan.
nog als slaaf gemaakt door het leven ging. Larsinia Floyd overleed 2 jaar geleden en toch schreeuwde haar zoon het uit. Mama, mama, opdat zij hem te hulp zou komen terwijl hem het leven werd ontnomen. Een dood die ertoe heeft geleid dat over de hele wereld mensen zijn opgestaan om zich uit te spreken tegen het onrecht dat de mensheid aangedaan wordt. Al eeuwenlang, elke keer weer, als een zwart persoon moet lijden onder racisme. Ik zing dit lied ook voor mijn moeder. Ik ben namelijk de trotse zoon van een ongelooflijk sterke en mooie zwarte vrouw. Een zwarte vrouw die Nederland ontzettend dankbaar is. Dankbaar dat toen zij bijna 30 jaar geleden aankwam in Nederland, een kans kreeg om hier een leven op te bouwen. Dankbaar tot op de dag van vandaag voor wat Nederland haar geboden heeft. Tegelijkertijd is zij een zwarte vrouw die teleurgesteld is door datzelfde Nederland. Gekwetst toen ze bij de tandarts begroet werd met de zin: hey, daar is onze Zwarte Piet. Boos toen ze laatst 2 weken geleden over straat fietste en door een aantal jongeren nageroepen werd met: negerin, ga naar je eigen land. White people, stop using the N-word. Alsjeblieft. Ik gebruik het nu om een punt te maken, maar stop using it. Verdrietig was mijn moeder toen ze een aantal jaar terug op een middag huilend thuis kwam en me vertelde dat ze bij de kassa had gestaan in de supermarkt en een oude witte dame die voordrong haar boodschappen voor die van mijn moeder had gelegd en toen mijn moeder daar wat van zei had gereageerd met de woorden, letterlijk, en ik ga ze zeggen omdat die vrouw dat heeft gezegd: vieze negerin, zwarte heks, ga terug naar je eigen land. Die lieve moeder die daar staat voor mij en voor ons allemaal. Racisme kwetst. Racisme is vermoeiend. Racisme doet pijn. Racisme bestaat en beïnvloedt dagelijks de levens van mensen over de hele wereld. En daarom heeft Jero ook iets heel goeds verteld. En denk ook bijvoorbeeld aan al die aboriginals die zijn uitgemoord in Australië en nog steeds gediscrimineerd worden. En denk aan die mensen in West-Papua in Indonesië die zwart zijn en nog steeds uitgemoord worden. De beelden van de moord op George Floyd zijn een overduidelijke reminder voor de hele wereld hoe vernietigend racisme kan zijn. Geïnstitutionaliseerd racisme en buitensporig politiegeweld tegen zwarte mensen ligt ten grondslag aan het ontstaan van de VS. Een land dat letterlijk gebouwd is door slaafgemaakten nadat de inheemse bevolking uitgemoord was. Een land dat zelfs na de afschaffing van slavernij, bijna uitgemoord trouwens, want er zijn gelukkig nog sterke indianen in de VS. Een land dat zelfs na de afschaffing van slavernij zwarte mensen structureel bleef marginaliseren en uitmoorden. Zoals wij allemaal weten, is een moord zoals die op George Floyd geen uitzondering, maar de regel. De regel die ook leidde tot de dood van Breonna Taylor, Stephon Clark, Dominique Fels, Philando Castile, Ryan Milton, Alton Sterling, Sandra Bland, Walter Scott, Atatiana Jefferson, Tamir Rice, Ayanna Jones, Michael Brown, Eric Garner, Emmett Till, Amadou Diallo. En de lijst gaat door en door en door. Maar ook hier in Nederland lijden wij onder het mondiale systeem van geïnstitutionaliseerd racisme. Neem buitensporig politiegeweld dat in 2005 leidde tot de dood van Mitch Henriquez. Of de Antilliaans-Nederlandse Kerwin Duinmeijer, die in 1983 in Amsterdam werd gestoken met de dood tot gevolg nadat hij volgens een ooggetuige met het N-woord uitgescholden was. En er zijn meer verhalen, te veel om op te noemen. Verhalen van Nederlanders, zoals we hier allemaal staan vandaag, die in allerlei vormen worden getroffen door racisme. Zwarte Piet, een discussie die al decennia gevoerd wordt en langzamerhand tot verandering in onze samenleving leidt, maar tegelijkertijd elk jaar weer virulent racisme naar boven brengt.
En ik nader het einde, jongens. Bear with me. Het beeld van de moord op George Floyd is een symptoom van een wereldwijd systeem van geïnstitutionaliseerd en kwaadaardig racisme. Een systeem dat al eeuwen in de maak is. Een systeem dat al eeuwen haar knie legt op de levens van zwarte mensen. Wij leven namelijk in een wereld waarin er al 400 jaar lang vanuit het Westen wordt neergekeken op zwarte mensen. Waarin zwarte mensen honderden jaren lang verhandeld zijn als koopwaar. Waarin zwarte mensen behandeld zijn als beesten. En waarin zwarte mensen tot op de dag van vandaag lijden onder racisme. Racisme die ertoe leidt dat generaties van zwarte mensen slachtoffers zijn van microagressies, zo klein als iemand die je vies aankijkt op straat, tot grote uitgekiemde genocides, zoals in Australië, West-Papua, Brazilië en alles en nog veel meer plekken. Wij leven namelijk in een wereld waarin wij hier in Nederland elk jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. En maar goed ook. Maar we staan niet stil bij de naar schatting 10 miljoen Congolezen die minder dan een eeuw voor die Tweede Wereldoorlog tussen 1885 en 1908 onder het bewind van de Belgische koning Leopold II om het leven zijn gekomen. De Democratische Republiek Congo is tot op de dag van vandaag een van de armste landen ter wereld en tegelijkertijd de bron van grondstoffen in onze laptops en de smartphones die wij dagelijks gebruiken. Het systeem van uitbuiting van zwarte levens gaat zo diep dat wij het zelfs in onze zakken dragen en ermee bellen en fotograferen. Laatste pagina. Wij leven in een wereld waarin Haiti met de Haitiaanse revolutie in 1804 als eerste zwarte natie in de wereld haar eigen onafhankelijkheid uitriep, van Frankrijk en slavernij afschafte. Echter, als compensatie voor de slavenhouders die verlies hadden geleden, zadelde Frankrijk Haiti op met een schuld van 90 miljoen frank, omgerekend naar vandaag een bedrag van 21 miljard euro. Tot op de dag van vandaag is Haiti een van de armste landen ter wereld, maar men vertelt daar vaak niet bij waarom. Wij leven in een wereld waarin in 2014 zwarte Brazilianen uit hun huizen en wijken werden gedreven om plaats te maken voor hotels en voetbalstadions voor het WK voetbal. Om plaats te maken voor entertainment. Black lives. Black lives matter. Wij leven in een wereld waarin er racisme voorkomt, ook onder zwarte mensen. Omdat zij eeuwenlang geïndoctrineerd zijn en wijsgemaakt zijn dat zwart slecht is en wit goed. Zelfhaat die gevoed is door een verdeel- en heerscampagne van het o zo verlichte Westen. De transatlantische slavenhandel en het westerse kolonialisme mogen dan wel in het verleden liggen. De geesten van zowel zwarte als niet-zwarte mensen worden nog steeds gekoloniseerd. Gekoloniseerd door de leugen dat het Westen de bakermat is van de menselijke beschaving. Because let me tell you something, Africa is de bakermat van de menselijke beschaving. En ondanks al dit onrecht, ondanks al deze pijn, ondanks al deze onmenselijkheid, strijden wij zwarten niet voor wraak, maar voor gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid om gezien te worden als mensen. Mensen die het leven waard zijn. Mensen die het verdienen om niet te hoeven lijden vanwege de kleur van hun huid. Wij strijden ervoor om niet bij voorbaat al verdacht of als daders gezien te worden en om niet weggestuurd te worden daar waar wij thuis horen. Wij strijden om ervoor te zorgen dat de etterende wonden die het koloniale verleden achtergelaten heeft eindelijk verzorgd en geheeld kunnen worden. Want elke keer dat een zwarte persoon voor neger wordt uitgescholden, etnisch geprofileerd wordt of erger nog vermoord vanwege de kleur van zijn huid of van zijn of haar huid, is dat namelijk als zout strooien in die open wonden. En deze strijd zal voortduren tot de dag dat wij ons doel bereikt hebben. Ik hoop dat iedereen van jullie, en ik wijs echt nu naar iedereen, zich realiseert dat de mensheid op dit moment geschiedenis schrijft.
Wij zijn namelijk de laatste generatie die opstaat. Wij zijn de generatie die een einde gaat maken aan dit probleem. En daarom staan wij allemaal vandaag hier. Zwart, wit, jong, oud, man, vrouw, LHBTQ+, of gewoon jezelf. Wij staan hier omdat wij niet langer gaan wegkijken. Wij staan hier omdat wij niet langer de andere wang toekeren. Wij staan hier omdat wij willen dat het ophoudt. Wij zullen onze stemmen blijven verheffen totdat niemand meer hoeft te schreeuwen om hulp. Wij zullen onze tranen blijven wegvegen totdat niemand meer hoeft te huilen om deze pijn. En wij zullen blijven staan totdat ieder mens op deze wereld met een gerust gevoel kan gaan zitten. Kan gaan zitten en uitrusten, omdat de strijd gestreden zal zijn. Kan gaan zitten en uitrusten, omdat de menselijkheid overwonnen zal hebben. Kan gaan zitten en uitrusten, omdat het niet langer nodig zal zijn om op te staan tegen racisme.